Luc, helaas verloren. Een derby, dat is toch wel het ergste wat ik in durf te komen. Dat is natuurlijk voor de neus. Zeker, zeker. Ik denk dat voor een goede pot heb gespeeld. Alleen een periode is weg hebben gegeven. Dus vooral de periode na de rust. Die scoren meteen 2 keer. En ook in het middengedeelte van de eerste helft voor een periode wordt gewoon minder. Maar ik vind de rest van de wedstrijd hebben we gewoon veel de bal gehad gedomineerd. Het is extra vuur dat ze deze pot verliezen. De penalty. Je kreeg verschillende appjes van de Rikse site. Het zou een zwalbe zijn geweest. Hoe heb ze achter je staan? Wie keek stoet er tegenaan? Ik kon het niet goed zien, jong de vuur. Ik kon het niet goed zien of het er binnen was. Maar volgens mij liet ze gewoon vallen. Maar we stopten met rennen eigenlijk. Ja, dan valt ze. Dus, mag niet gebeuren. Je kunt dat vrieven de goal. Dus het begint van tevoren eigenlijk. Het fout, ja. En dan werd er overgenomen, scheidsrechter eigen zag, de eerste corner laten nemen. En toen komt de assistent en waarom leed er meer van nummer dan? Hij zei dat Leon een paar meter voor de lijn stond toen de bal nog niet genomen werd. Ja, en dan komen we voor heel goed terug voor rust met 2 prachtige doelpunten van Roald en van Jorrit. Mm-hmm. En de tweede helft komt ze eigenlijk de cabine uit en dan zorgen voor de buur hangen. Ja, de tweede helft is ook gewoon heel slecht begonnen. Ja, dat mocht nooit gebeuren. Zo de tweede helft in de tijd 2 keer. Dus van de oor en dan zag je ze hier in onze pot toegooien. En dan gaan we nog proberen de cup, persmuurscup, even bij de storm verregeet naar voren. Mm. En dan druk zetten, maar dan kunnen we toch over een eterhoed. Nee, dan valt er net niet goed. Ja, dan moet dat goed vallen. Dan moeten we die voorzetten, moeten we die bal naar de zijkant en dan die bal erin. En moet dat goed vallen, moet ze ook geluk mee hebben. Dan gaan we de bal goed kan pol. Ja, gewoon net niet. Het wordt allemaal naar nee, toen steeds nu eigenlijk vast achterin. Daar heeft hij een plaatsje veroverd. Per Schuurs probeert dat ook te doen. Wie kijkt ze tegen zo'n jongen aan? Want ik ben zelf ook nog maar jong. Maar Per, dat is nog een stuk jonger als die. Ja, dat is nog een stuk jonger. En dat is alleen maar goed concurrentie. Ik kan ook gewoon meedoen. Dat heb je wel gezien. Het is alleen maar goed dat er ook een inval. We hebben meer keuzes op de bank. Dus dat is alleen maar goed. Dus dan komt er ook wel net zo zoek. Dat wordt ook. Oké, dankjewel.